Zo 2023. Maar ik heb hem ook hoor. De Ninja Creamy. De TikTok-trend van vorig jaar. Bijna een jaar zit ik er dus over na te denken of ik zo'n Ninja Creamy moet hebben. En nu heb ik hem gekregen voor mijn verjaardag. Ik zei toen al steeds, ik kan het niet gewoon met een blender. Ik kan het niet gewoon op een andere manier. Ik heb daar ook een TikTok-filmpje over gemaakt. En toen zei ik, oh, als ik nou bijna jarig was. Maar ik was toen nog lang niet jarig. En nu was ik gisteren jarig. En ik wist alsnog niet of ik die Ninja Creamy moest vragen voor mijn verjaardag. Want hoewel ik super veel hele enthousiaste video's heb gezien, kan ik nog steeds eigenlijk niet goed geloven dat je heel lekker ijs kan krijgen van de ingrediënten die ik zie. En heb ik ook video's gezien van mensen die inderdaad ook echt kritisch zijn en zeggen, nou, het is echt niet wat ik ervan verwacht had. Het valt tegen. Dus eigenlijk heb ik elke keer zoiets van, nee, ik moet het gewoon niet doen. Ik ben ook bang dat het tegenvalt. Maar het blijft de hele tijd in mijn hoofd zitten. Dus ik had het wel even tegenover gezegd. Ik wist eigenlijk niet of ik het nou echt moest vragen voor mijn verjaardag. Omdat ik bang ben dat het me teleurstelt. Maar Robert, mijn man, kent mij goed. En hij dacht, ze moet hem toch hebben. Want ze gaat hierover blijven nadenken. En ze gaat de hele zomer nadenken over hoe het ijs uit de Ninja Creamy zou zijn. En dat klopt. Dus ik heb het van hem en van mijn schoonfamilie gekregen. Heel dankbaar voor. Want ik heb echt zoveel zin om het te gaan proberen. Dus mijn doel is om voor de zomer perfect ijs te kunnen maken met de Ninja Creamy. Testen te doen, zodat ik echt een goed recept kan vinden waarmee ik lekker ijs maak. Dus als jullie tips hebben, laat het vooral weten.